Dit is net na de tijd dat is net na de overstroming is geweest. Gelukkig zijn heel veel de boten nog gewoon heel. Want anders moesten de eigenaren het nieuwe betalen. Hoe zou u voelen als u hoort dat de dijk doorbreekt? Ik zou best wel in paniek raken. Ik heb 2 kinderen thuis. Dus ik zal echt wel denken van, oeh, wat nu? En echt wel gaan kijken van, hey, kan ik omhoog en kan ik naar boven toe gaan om mijn kinderen veilig te stellen? Voelde u voor u toen u hoorde dat u de dijk doorbraken? Nou, gelukkig wisten we dat het water wat langzamer kwam. Eerst dachten we van, die dijken breken helemaal niet door, want we vertrouwden daar heel erg op. Maar toen zei mijn man van, dat gaat niet goed. Dus ik had tijd om alles op tijd naar zolder te brengen en de koeien naar de kerk te brengen, want er staan ze hoog dat ze niet zouden verdrinken. Dus we hadden gelukkig tijd genoeg om zoveel mogelijk te redden. Dit is een noodpakket. Die kun je gewoon thuis halen. Die kun je gewoon halen. En in zo'n noodpakket, daar zit een opwindbare radio, een zaklamp, een reservebatterijen, EHBO-doos, lucifers in waterdichte verpakkingen, vaccinelichtjes, isolatiedekens, desinfecterende handgel, waarschuwingsfluitje. En dat zit in Silk EHBO-doos. Dit is het einde van onze documentaire. Zorg dat u altijd voorbereid bent, want anders houdt waarschijnlijk de kans klein dat u het overleeft.